Statistieken voor RKC in de wedstrijd tegen AZ zijn niet best. De laatste 5 eredivisie-duels komen ze in de laatste 4 ontmoetingen niet eens tot scoren. Het laatste eredivisie-doelpunt van RKC tegen AZ werd gemaakt door Jean-David Bogel. 17 augustus 2013. Reinders dus speelt bij AZ, want Koopmeiners is ziek. Dat scheelt 15 doelpunten en 5 assists. Karlsson, Gudmundsson en Stengs. En Boadu in de punt van de aanval. Lamproe is de doelman bij RKC. Lutonda speelt geen kwasten. Gari speelt aan de rechterkant, geen Bakari. Tahiri, Van de Venne en Anita op 9 gele kaarten staat hij. Anita moet weer uitkijken. So en Oosting en Ngonge. Geen Daneels en geen John. Op de flanken zou kunnen betekenen dat Oosting wat meer vanaf het middenveld speelt. En de snelheid van So en Ngonge zal worden geprobeerd te gebruiken. Stengs. Met Oosting die vanaf de linkerkant speelt. Svensson gevonden. En Anita was daar lastig. Goed balletje van Stengs. En Anita zo lastig dat Gudmundsson er geen juiste richting aan kan geven. Oh, oh, oh. Letje, het glijdt weg. Kan dat net herstellen, maar glijdt die bal wel naar Van der Venne. En dan moet Bizot ingrijpen. Beste kans voor RKC. Beetje toevallig tot stand gekomen, maar ja, maakt het uit. Kans was het. Ongelukkige manoeuvre van Timo Letschert. Touba. Zo krijgt de bal op zijn rug, maar daar is aansluiting bij Van de Venne. En daar is ook Oosting en daar is de 1-0 voor RKC. Ja. En dan mag je gewoon juichen, al is het dan tegen je werkgever, want dat is AZ. Hier is Zo, die krijgt de bal op de rug. Keek hij ook niet naar de bal, keek naar Letschert. Maar komt bij Van de Venne terecht en die kijkt heel goed naar de loopactie van Oosting. Kijk, dit is een beetje geluk, maar Van de Venne, dat hij aansluit, is dat niet door de benen bij Martins Indy. En Oosting, die maakt het heel goed af. In Engeland zijn daar altijd wel duidelijke afspraken over. Je wordt wel uitgeleend, maar je speelt dan niet tegen de club die jou uitleent. Een aardig antwoord, maar toch ook wel een stukje voorlangs van Reinders. Mietje zat ertussen. Nu is er wat ruimte. Ruimte voor Gudmundsson. Maar ja, maar ja. Meulensteen blijft keurig naar de bal kijken. Wijndal. Goed doorgelopen. Kreeg hem van Karlsson. Nu heeft hij veel tijd en ruimte. Wijndal, daar is Stengs. Maar daar is ook de poging van Karlsson. Dat zag er aardig uit, deze poging van AZ om daar aan de linkerkant door te komen. Martins Indy wil hem graag. Mietje. Niet hard genoeg. Makkelijk voor Lamproe. Reinders. Weer Wijndal. Tijd. Hij krijgt hem met een beetje geluk bij Stengs en ook met een beetje geluk bij Gudmundsson. Nou, die moet raak zijn. Ja, die is ook raak. Dat was uiteindelijk niet meer te missen. Dan laat de RKC zich dat toch makkelijk overkomen. De paas richting Stengs was daar meer of meer bij toeval. En dan krijgt Gudmundsson de gelegenheid om in de 16 de bal aan te nemen, weg te draaien en hem voorbij Lamproe te plaatsen. Eerste de beste aanval van AZ die ertoe doet en het is raak. Van de Venne.
Reinders zou dan de overtreding gemaakt hebben. Van de Venne heeft pijn, zo lijkt het. Ja, Reinders vraagt zich af. Ik heb geen niks gedaan. Klopt ook, was Mitchell. Nou, daar had Bizot altijd het oog in. Deze poging van Cyril Ngonge. Wijndal. Komt daar aardig doorgeprikt en Lamproe. Een goede redding op de inzet van Boadu. Een lastige hoek. Boadu. Svensson. Svensson. Reinders. Dat ziet er aardig uit. Boadu. Gudmundsson. En weer Reinders. Langdurig balbezit voor AZ. Eindigt uiteindelijk bij de poging van Reinders. Gudmundsson die legt hem keurig neer. Wordt die bal nog van richting veranderd. Stenks. Svensson buitenom. Stenks makkelijk de bal kwijt. Reinders. En Wijndal met ruimte. Ruimte om te schieten. En dat doet hij dan ook. Rotonda. En Oosting. Stenks. Een aardig balletje. Boadu, ook goed gedaan bij Carlsson. 1 tegen 1. Carlsson wacht op Wijndal. Wijndal, daar voorgegeven. Nou, dat had toch ook wel het doelpunt kunnen zijn. Beste mogelijkheid voor Boadu. 11 minuten na rust. Heeft AZ zich hier naar de kans op 1-2 gevoetbald. Boadu die dat goed doet, bij Carlsson neerlegt. Dan komt Wijndal. Carlsson. Carlsson één man kwijt, maar nu gaat hij de drukte in. Maar krijgt hij met het geluk de bal nog een keer terug. En krijgt hem ook nog bijna bij Boadu. Maar wat besluit Higgler? Dat daar Carlsson onheus is bejegend. En dat levert AZ dus een vrije trap op. Stenks of Carlsson? Hij dus. En daar heeft Lamproe op gerekend. De bal draait al keurig langs de muur, maar Lamproe laat zich niet verrassen. Het is allemaal net even ietsje beter bij AZ dan voor dus. Daar was ook weer niet zo heel veel voor nodig, maar het is toch niet goed genoeg om RKC op de knieën te krijgen. Dat blijft toch tamelijk simpel overeind tot nu toe. Dan moet je niet gaan knoeien, want dan geef je zomaar Boadu de ruimte. Boadu de ruimte om uit te halen en dan heeft AZ alsnog de voorsprong te pakken. En niet uit een vloeiende combinatie, maar omdat RKC knoeit. Zijn 13e treffer van het seizoen. Hier Meulensteen en Tahiri. Wat doe je met die bal? Je kunt ook je afvragen wat Meulensteen met die paas naar Tahiri bedoelde. Maar die hoeft er dan ook weer niet zo mee te knoeien. Kijk hier, de tikkie en dan Tahiri. Wat is dit? Het is een prachtige dieptepaas op Boadu. Maar dat zal hij niet zo bedoeld hebben. En nu maar eens geprobeerd om Letchert of Martensini te bereiken. Nou, daar komt die bal ook bijna. Bij Letchert. Balverlies van Carlsson. En dan twee heren die hier op de grond een beetje rustig moeten blijven. Met elkaar. Letchert en So. En rood voor So. En geel voor Letchert. Silla So kan zich dus niet beheersen. Dat is toch ongelooflijk dom. Hij neemt hem in de houtgreep. En dan wordt dit gezien als een trappende beweging over het hoofd van Letchert. Dat zijn binnen een paar minuten nogal wat drastische wijzigingen bij RKC. Waarvan één onvrijwillig. Een strek van zo. Stokkers dan in de punt van de aanval.
Iemand die de diepte altijd zoekt. Hier is hij. En hem snel en laag geeft, waar Oosting dan opduikt. En er zowaar een goede kans, schietkans voor Daneels overblijft. Ja, je bent niet kansloos met een man minder. Zeker niet als je tegenstander daartoe de gelegenheid geeft. Koepelson, goede bal. Bouwadou. Bouwadou. En weer van tussen. Maar nu kon hij niet rechtdoor. En wordt hij verdedigd door Meulensteen en heeft hij weer pijn. Prima paasje van Gudmundsson. Hij neemt de bal niet lekker mee. Daar sta je dan verder als trainer. Met je goede fatsoen Gudmundsson. Binnendoor. Stengs maakt hij dan de boel af. Ja, in de 82e minuut. Buiten AZ dan het man meer voordeel af. Even uit, moet ik zeggen. Via Kelvin Stengs met zijn 7e van het seizoen. Goede balbeheersing bij Stengs. Waar Touba hier nog de sliding inzet, maar kansloos is. Omdat Stengs die bal gewoon laat lopen. En hem dan in de verre hoek plaatst. Als hier Gudmundsson voor 1-4 zorgt. Dat eigenlijk wel had moeten doen in ieder geval. En de wind zich enorm opwindt. Want ja, als je hem dan niet maakt, moet je hem afgeven. Babadou zorgt er dus voor 2-1 met dank aan Tahiri. En Stengs combineerde met Gudmundsson en maakte de 1-3. Daartussendoor was het vertrek van Sillasoe. Twee cruciale momenten die RKC de das om hebben gedaan. Waardoor uiteindelijk AZ ruim wint met 3-1 en in de race blijft om die o zo belangrijke tweede plaats